In deze video ga ik wat uitgebreider in op het mengen met verf. Wat is verf nou eigenlijk precies? Ik ga het allemaal heel simpel en kinderachtig vertellen, maar verf bestaat eigenlijk uit kleurstof en lijm. Hier zie je dat even gedemonstreerd. Ik heb gewoon een steen kapot geslagen en die meng ik met een beetje lijm. En ik kan daar gewoon mee schilderen. Het is natuurlijk nooit zo mooi als echte pigmenten. Maar dit is wel het principe van hoe verf in elkaar zit. Dus er zijn verschillende pigmenten om verschillende kleuren verf te maken. Nou is het ook nog eens zo dat het ene pigment meer dekt dan het andere pigment. Sommige pigmenten zijn minder doorzichtig als je ermee schildert. Dus die laten minder van de ondergrond door. Andere pigmenten zijn juist wat transparanter, wat doorzichtiger. Dus dan krijg je meer van de ondergrond er doorheen te zien. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je soms vaker over hetzelfde laagje even heen moet om een goede volle kleur te krijgen. Nou kun je dit altijd op de tubes zien. Bij dit merk geeft dit aan dat het een hele transparante verf is, dat open vierkantje. De tweede kleur is half transparant, dus die dekt al iets meer dan de tube die ik net liet zien. De derde tube heeft een vol vierkantje en dat betekent dat die zeer dekkend is. In het begin als je gaat schilderen ben je misschien hier nog niet mee bekend en dan denk je, hey, wat doe ik nou toch fout? Ik krijg niet een dichte kleur. Het dekt niet, maar dat ligt dus niet aan jou, dat ligt gewoon aan de verf. Dus als ik die magenta echt dekkend wil hebben, moet ik er in ieder geval twee keer overheen. Kijk. Wat is mengen? Als je gaat schilderen en je gaat mengen, dan maak je dus eigenlijk van twee kleuren een nieuwe kleur of een nieuwe tint, een nieuwe schakering, een nieuwe nuance, noem het maar op. Je verandert in ieder geval een kleur. Waarom mengen we kleuren? Ja, dat is omdat de kleuren die je koopt in die tubes bijna nooit de kleuren zijn die je precies nodig hebt. Hoe moet je kleuren mengen? Ja, nu ga ik dus even kort uitleggen wat je nodig hebt aan materialen als je kleuren wilt mengen. Is misschien allemaal nogal vanzelfsprekend, maar je weet het maar nooit. Ik leg het toch graag even uit. Allereerst hebben wij nodig penselen. We hebben nodig verf. En als je gaat mengen moet je natuurlijk meerdere tubes verf hebben, want met één tube verf wordt het moeilijk mengen. Eventueel een paletmes. Een pot water. Of misschien zelfs twee. Een palet. Je kunt daarvoor een oud bord gebruiken. Je kunt daarvoor een plastic bordje gebruiken. Maar je hebt ook handige afscheurpaletten. Die gebruik ik zelf vaak. Vind ik ideaal. Verder heb je nog nodig keukenrollen. Laten we het niet vergeten. Natuurlijk, je hebt ook nog een papier nodig. Of een doek of een plank. Dat mag je allemaal zelf weten. Als voorbeeld wil ik graag paars mengen. Paars maak ik door magenta te mengen met cyaan. Dus die knijp ik uit op mijn palet. Nu ga ik eerst eventjes laten zien wat er gebeurt als ik met een penseel meng. Mengen met een penseel ben ik niet zo'n voorstander van, want wat gebeurt er namelijk? Je pakt een klodder van dit en een klodder van dit. Je mengt het door elkaar. Dit is goed, dat is wat ik wil hebben. Mijn penseel is nu echt één grote derry geworden. En als ik hier nu mee ga schilderen, krijg ik eerst een hele klodder op mijn doek. En dat moet ik dan weer gaan uitsmeren en weet ik veel wat. Dat is gewoon lastig. Voor kleine aanpassingen kun je best een penseel gebruiken. Dus stel ik heb hier deze paars. En ik denk, nou ik wil even een heel klein beetje aanpassen. Nou dat is geen probleem, dan doe je dat gewoon zo erbij. Maar over het algemeen zou ik zeggen, investeer eventjes in een paletmes. Trouwens, ja, investeren, die dingen zijn heel goedkoop. Zo kan ik heel mooi die kleuren door elkaar mengen. In het begin is het even wennen. Maar het mooie is dat ik een hele berg verf kan mengen. En kijk, als ik eventjes handig ermee omspring, ligt er nu een hele stapel verf op mijn palet. En dus niet aan mijn penseel. En nu kan ik, als ik ga schilderen, met mijn penseel telkens stukjes hier afpakken. Dat doseert dus veel beter. Altijd belangrijk als je kleuren hebt gemengd met je paletmes, meteen goed schoonmaken met een keukenrol. Voilà. Hij is eigenlijk meteen brandschoon. Ik zie vaak dat mensen die beginnen met schilderen veel te zuinig met hun verf omspringen. Ik wil ook niet zeggen dat je verf moet gaan verkwisten.
Maar als je bijvoorbeeld een hele blauwe wolkenlucht hier wil gaan schilderen, een blauwe lucht wil gaan schilderen, en je moet dus het perfecte blauw daarvoor mengen, maak genoeg aan. Want anders kom je in de problemen, want dan ben je bijvoorbeeld op de helft en dan ben je door je gemengde kleur heen. En dan moet je dus weer opnieuw gaan mengen tussendoor, terwijl dit aan het opdrogen is. En het probleem is dat je dan dus geen egale kleur meer krijgt. Dus maak liever iets te veel dan te weinig. Oh, mijn verf is op. In de vorige video heb ik uitgelegd dat je met 3 kleuren alle kleuren kunt maken. Ik heb daar laten zien dat je 3 primaire kleuren hebt. Primaire kleuren zijn kleuren die je niet kunt krijgen door 2 andere kleuren te mengen. En dat is bijvoorbeeld geel. Als je geel nodig hebt in je schilderij, heb je gewoon een tube geel nodig. Kan niet anders. Dan de volgende is, ja, wordt vaak gesproken dus over rood als primaire kleur. In de vorige video heb ik laten zien dat ik vind dat magenta dan eigenlijk de primaire kleur is. Dat komt omdat je met magenta en geel samen kun je rood maken. He, dus rood is wel een kleur die je kan mengen, maar deze niet. Die kan ik echt niet krijgen door andere kleuren te mengen. En dan heb ik nog een cyaan. Nou, dat is eigenlijk gewoon een hele zuivere blauw. Als je dit nu thuis nadoet, dan krijg je een heel goed beeld over hoe kan ik de kleur mengen die ik wil krijgen. Want als ik bijvoorbeeld geel en magenta door elkaar meng, dan doe ik eerst op mijn palet heel weinig magenta door de geel. Kijk, dan krijg ik een soort kleur die tussen oranje en geel in ligt. Doe ik er wat meer magenta door, krijg ik oranje. Dus, als ik in mijn schilderij denk, oeh, ik moet oranje hebben. Hoe ging dat ook alweer? Dan bedenk je gewoon, oranje heeft wel wat verwantschap met rood en met geel. Eigenlijk met blauw niks. Nou, je weet het nu ook uit deze kleurencirkel die we nu maken. Dit hoeft allemaal niet zo precies, maar dit is voor je beeld is dit heel goed. Nu doe ik er nog wat meer magenta door en dan krijg ik dus dat rood waar ik het zojuist over had. Nu, ik heb dit gemengd. Ik heb een geel penseel en een penseel waar ik elke keer mee heb gemengd. Ik maak ze goed schoon door eerst met de keukenrol aan de slag te gaan. Dan haal ik dus bijna alle overtollige verf haal ik eraf. Vervolgens eventjes deppen in het water en dan droog maken weer met keukenrol. Kijk, het geeft nu niet meer af op mijn keukenrol, dus die penselen zijn goed schoon. En dan is het altijd fijn om ze nog even in model terug te zetten, de penselen. Dan drogen ze weer op de juiste manier op. Want waarom maak ik ze nou zo goed schoon? Als je kleuren mengt is het heel belangrijk dat je een echt goed schoon penseel hebt. Want er hoeft maar iets van een andere kleur bij je nieuwe kleur te komen en er komt totaal iets onverwachts uit. Dus dat moeten we niet hebben. Nu gaan we van magenta naar cyaan. Ik pak dus wat magenta en wat cyaan door elkaar. En dan krijg ik een paars. En hier komt het belang van die magenta trouwens. Als je echt een mooie paars wilt maken, koop dan magenta. Want die magenta is echt voor paars een hele belangrijke kleur. Dat komt omdat die al naar paars toe neigt. Nu ga ik nog iets meer cyaan erdoor doen. En dan krijgen we deze kleur blauw. En dat is dan dus een kleur blauw waar eigenlijk nog een heel klein beetje rood in zit. Want we komen nog steeds hier vandaan, van deze kant af. Dat moet je goed onthouden. Deze blauw heeft dus nog steeds een verwantschap met rood. Onthoud dat. En dat wordt belangrijk voor later in de les als ik het ga hebben over complementaire kleuren. Hier had ik al cyaan neergezet. Nu ga ik van cyaan naar geel. Dan krijgen we dus nu een blauw met een klein tikje geel erin. En nou zei ik dus net dat dit blauw heeft een verwantschap met rood. Omdat dit blauw, daar zit nog een klein tikje rood in door dat magenta. Dit blauw heeft dus verwantschap met zowel blauw als met geel, want in dit blauw zit al een beetje geel. En als je dit vaak doet, dan ga je het ook zien. Kijk, misschien dacht je vroeger, ja, dit is toch allemaal blauw. Maar als je een beetje geoefend bent, dan zie je dat dit een blauw is met rood erdoor en dit een blauw met wat geel erdoor, waardoor die een beetje groenig wordt. Nu komen we echt bij groen. Nu komt de kracht tevoorschijn van cyaan als primaire kleur. Je kunt niet zomaar een willekeurige blauw pakken als primaire kleur blauw. Als je het echt zuiver wil houden, gebruik dan cyaan. En dat is dus hierom. Kijk eens wat een groen.
En dat komt doordat in dit groen heb ik dus die cyaan gebruikt. En die cyaan was een heldere blauw en die geel was een heldere geel. Nu doe ik nog meer geel bij de cyaan. En dan krijg ik dit. Je weet nu dus dan in principe alle kleuren. En je weet waar ze liggen. En dus het enige wat ik hiermee maar heb gedaan is, ik ben begonnen bij geel. Ik heb hier gewoon ergens een magenta neergezet en hier een cyaan. Maakt allemaal niet zo precies uit hoe je het doet. Dit hoeft niet perfect. En je pakt gewoon die geel en je doet er telkens een klein toefje magenta bij. Net zolang tot je bij puur magenta bent. Dan ga je van magenta, doe je er helemaal geen geel meer in. Ga je naar cyaan toe. Doe je er elke keer een puntje cyaan bij. Net zolang tot je bij zuiver cyaan bent. Dan laat je de magenta dus helemaal los. Die heb je gehad. Nu ga je weer richting de geel toe. Dus je doet er elke keer een puntje geel bij. Cyaan met geel en nog meer geel. En dan kom je uiteindelijk weer bij puur geel. Dus dan heb je dat cirkeltje rond. Het is heel nuttig en leerzaam om dat een paar keer te doen. Je kunt natuurlijk al die kleuren lichter en donkerder maken. Dus die rood zet ik er hier naast. Nou doe ik er wit doorheen. Nog meer wit. Nog meer wit. Dan heb je dus allemaal tinten van die rood naar het wit toe. Dat kan je met elke kleur doen. Nu komt ook meteen weer een keer de kracht van magenta en cyaan in beeld. Dat ga ik nu laten zien. Want wat mensen vaak vragen is, hoe maak ik nou echt zo'n knalroze? Dat gaat je met een primaire rood, een kleur tube rood, niet lukken. Met magenta lukt je dat wel. Die magenta zet ik even hier neer. Nu doe ik er wit bij. Nou. En nog wat wit. En nog wat wit. Dat is dus knalroze. Dus dat heb ik gemaakt met magenta. Nou komt het. Die cyaan is ook een hartstikke zuivere blauw. Nu ga ik er wit bij doen. Let op hoor, want dit wordt schrikken. Kijk eens hoe mooi. Nog meer wit. Voilà. Deze twee maken samen paars. Dat hebben we gezien, hè? Nou. Omdat dit zulke zuivere kleuren is en je zo'n zuiver paars krijgt als je die mengt, dan krijg je dus dit als je er wit doorheen gaat doen. Nog meer wit. En nog meer wit. Zo. Ah, een beetje zo. Dit kun je zo bij elke kleur doen. Dus oefen gewoon eens flink met dat geel, magenta en cyaan. En maak dan per kleur die je in die kleurencirkel hebt gemaakt, zo'n rijtje. He? Dus je zet eventjes je hoofdkleur zet je er gewoon op. Je maakt ze steeds iets lichter met wit. Dan zie je alle tinten die je ermee kunt maken. Nog één ding, dat is ook nog heel belangrijk. Dat zou ik bijna vergeten. Zwart. Zwart kun je kopen in een tube. Daar kun je kleuren donkerder mee maken. De eigenschap van zwart is alleen wel dat het een kleur echt afbreekt. Maar mijn voorkeur gaat er vaak naar uit om in plaats van zwart een hele donkere kleur te maken. Een donkere kleur heeft als voordeel, dat is ook hoe wij het als mens in het echt vaak zien. Wij zien in het echt vaak, als we in schaduwen kijken, diepe schaduwen, dan nog zien we eigenlijk kleur. Hoe weinig het misschien ook is. Maar zwart is dus in een schilderij vaak een beetje onrealistisch. Terwijl een hele donkere kleur die je zelf hebt gemengd, geeft een heel realistisch beeld. Nou kun je dus zwart maken door de drie primaire kleuren door elkaar te mengen. Het is niet makkelijk. Je moet eventjes precies de goede hoeveelheden vinden. Maar dat kun je zelf uitzoeken. In ieder geval, het is gewoon een kwestie van aftasten hoor. Ook voor mij. Maar ik doe hier cyaan. Ik doe gewoon met dezelfde penseel even magenta er doorheen. Een tikje geel erdoor. Zo. Vraag 6. Waarom is het de ene keer zo als ik een kleur meng, als ik twee kleuren meng, dat ik een mooie zuivere kleur eruit krijg?
En waarom is het een andere keer zo dat het een beetje een modderige derrykleur wordt? Dat is gelukkig ook te verklaren. De kleurencirkel is dan even een heel belangrijk hulpmiddel. En natuurlijk, je kunt nu zelf een kleurencirkel maken, net als wat ik in de vorige video heb gedaan. Alleen wat ik nu ga vertellen, dat luistert zo nauw, dan kun je beter maar gewoon even een ding van internet pakken en die uitprinten. Of je gebruikt er een app voor, op je telefoon. Ik heb er een app voor gevonden, Color Wheel heet het geloof ik. Maar ik gebruik nu even ook voor het gemak een uitgeprinte kleurencirkel. Op de kleurencirkel zien we alle kleuren. Kleuren hebben allemaal een relatie met elkaar. Nou heeft deze geel, de primaire geel zal ik maar even zeggen, heeft een goede relatie met de kleuren die vlak bij hem liggen. Daar heeft hij een grote verwantschap mee. Hij heeft dus een grote verwantschap met oranje, geel-oranje, met geel-groen en met groen. Hij heeft veel minder verwantschap, eigenlijk helemaal niks, met paars. Dat ligt helemaal tegenover hem in de kleurencirkel. Ook deze kleuren die hier liggen, aan de andere kant van de kleurencirkel, hebben eigenlijk heel weinig verwantschap met dat geel. Hetzelfde geldt dus voor elke kleur die je hier ziet. Dus als ik deze rood pak, dan ligt daar tegenover deze groen. Die liggen heel ver bij elkaar vandaan. Verder kan niet. Dat geeft dus ook op papier, als je die kleuren naast elkaar zet, het hoogst mogelijke contrast tussen die twee kleuren. En dat noemen we het complementair contrast. Als ik dit rood en dit groen naast elkaar zet op een papier, of op een doek, maakt niet uit, dan spat dat van het doek af. En dat geldt ook voor paars en geel, blauw en, die oranje kleur. Nu komt het leuke. Welke blauw heb je nou nodig voor een goede groen? Het meest heldere groen krijg je door een blauw te pakken die zo dicht mogelijk al bij groen in de buurt ligt. Dus dit is een blauw, maar die heeft al wat groen in zich. Nou, als je die door elkaar mengt, krijg je dus een helder groen. Meng je die geel met een blauw die wat verder bij dat geel vandaan ligt. Dus misschien wel deze, of die. Dan slaat die kleur dood. Die kleuren elimineren elkaar. En dat gebeurt al heel snel, en dat zie je ook in het voorbeeld. Hetzelfde geldt voor rood en groen. Als je ze naast elkaar zet, knalt het van het doek af. Meng je ze door elkaar, dan heffen ze elkaar op en krijg je, krijg je eigenlijk een soort grijsachtige kleur. En stel nou dus dat je zegt van ik wil met die rood een paars gaan maken. En je kiest een blauw die al wat meer naar groen neigt. Dan heb je dus een probleem. Want dat blauw waar een heel klein tikje groen in zit, dat ligt heel ver van het rood vandaan. En zal dus jouw paars vernietigen. Dat wordt dus geen helder paars. Maar soms wil je ook helemaal geen helder paars, dus dan is dat misschien ook wel een goede keuze. Het ligt er ook maar net aan wat je nodig hebt. Dus je moet gewoon onthouden, als je twee kleuren gaat mengen en je wil een heldere kleur, zorg dan dat ze niet te ver bij elkaar vandaan liggen in de kleurencirkel. Wil je juist je kleur afzwakken, wat in de praktijk vaker nodig is, dan kies je dus juist kleuren uit die wat verder bij elkaar vandaan liggen. Zoals we hebben gezien is het heel belangrijk dat je weet of een kleur een bepaalde kant op neigt. Dus bijvoorbeeld of een blauw richting rood of richting groen neigt. Maar hoe zie je nou het verschil? Ik heb hier twee tubes blauw. Ze lijken zo op het eerste oog best wel sterk op elkaar. Maar nu ga ik eventjes een trucje laten zien op mijn palet. Dit is blauw nummer 1, dit is blauw nummer 2. Nou, ik zie bijna geen verschil. Ik wil toch weten wat voor soort blauw is het nou eigenlijk. Ik doe er wat wit doorheen. Nou zien we dat deze blauw, die neigt een klein beetje naar rood als ik het zo zie. Nu pak ik deze blauw. Doe ik daar een beetje wit doorheen. En kijk eens wat een gigantisch verschil tussen die twee blauwen er zit. En dat zie je op het eerste oog dus niet. Maar alweer als je ermee gaat mengen, dan maakt het heel veel uit. Stel dat ik een helder groen wil mengen. Pak ik wat geel erbij. Als ik deze geel met deze blauw ga mengen. Dit is trouwens ultramarijn. Maar dan krijg ik dus zo'n soort groen. En dat komt dus omdat daar een klein tikje rood doorheen zit. Want deze blauw neigt naar rood. En rood is de complementaire kleur van groen. Dus dit groen wordt afgezwakt. Nou pak ik hetzelfde geel bij het andere blauw. En dan zie je
dat ik een heel helder groen krijg. Complementaire kleuren kunnen elkaar dus afzwakken, zoals we net hebben gezien. En deze video gaat over kleuren mengen. En ik heb ook verteld hoe belangrijk het is dat je je penseel tussendoor goed schoonmaakt. Want, zeker nu met dat verhaal van die complementaire kleuren, begrijp je wel dat als je penseel niet goed schoon is en er zit nog net een beetje andere kleur in, en je wil bijvoorbeeld een heldere magenta op je doek zetten en er zit nog een beetje groen in, dan maakt die groen dus die magenta kapot. Kijk, ik laat het zien. Hier heb ik nu een helder magenta, hè, want mijn penseel is goed schoon. Nu doe ik even na alsof ik deze... Ik heb met groen geschilderd. Ik maak hem een klein beetje schoon. Zo, er zit nog een beetje groen in mijn penseel. Goh, nou wil ik graag weer met die magenta aan de slag. En je ziet direct het verschil. Dit is geen puur magenta meer. Het is gewoon zelfs een doffe kleur geworden. Nu doe ik even de magenta waar ik per ongeluk groen doorheen heb gedaan. Oh, dat valt tegen. Kijk maar eens. Deze is veel helderder. En nu doe ik de magenta met mijn schone penseel. Dat is dus het belang van een goed schoon penseel. Dus we hebben vandaag weer veel belangrijke dingen geleerd. Maar nu wordt het ook wel eens tijd dat we dus leren hoe we een kleur die we in het echt zien, of op een foto, of noem maar op, dat we die kunnen benaderen door zelf kleuren te mengen.